deze week op de rollenbank. Een auto die ik eigenlijk alleen maar van het plaatje ken. Parishuis van jou, wat voor auto is het precies? Nou ja, het is een Ford Racing Puma uit Engeland geïmporteerd. Wat het zo exclusief maakt is dat hij wat breder is uit zichzelf en een wat zwaardere motor heeft. Ja, want een normale Puma heeft 125 pk, deze 155. Hoeveel denk je dat erin zit? Nou ja, ik heb hem een beetje afgereden, heb ik het idee. Maar ik hoop toch wel 150 minimaal. Nou, we gaan het zien. Ja, nou, ik laat me zeker verrassen door de rollenbanktest. Net ietsjes te weinig. Oké. Nou, dat is huilen. Je bent bijna 13 pk ongeveer verloren. Oké. Dat is maar een kleine, 6-7%. Nou ja, dan is er werk aan de winkel, hè. Dat is in ieder geval zeker. Gijsbert, is het ook jouw eerste kennismaking met de Racing Puma? Nou, ik ben heel erg aan het twijfelen. Ik denk dat ik er volgens mij één in mijn leven gezien heb. Maar dat is wel zo dusdanig lang geleden dat het totaal niet meer echt voor de geest staat. Dus je ziet ze bijna niet. Nee. Hey, deze heeft al een respectabele mijlenstand. Hoe is het resultaat? Het houdt ietsjes te wensen over. Hij is 141 en een beetje van 155. Dus eigenlijk een grofweg bijna 10% iets meer wat hij verloren is. Zeg maar. Dus dat is net even de room eraf. Ja, waar het precies uit zou komen, dat is moeilijk te zeggen. Hij miste, wat hij net zelf vertelt, zeg maar, een aanzuigbuis waardoor koele lucht beter de motor in komt. Het scheelt een stukje. Misschien wel gewoon inderdaad echt werkelijk kilometerstand. Dat je zegt van oké, de zuigerveertjes en dingetjes, dat hij gewoon net even een beetje de room eraf. Maar in principe, voor de rest klinkt hij niet verkeerd of zo. Het is niet zo dat er echt iets mis is. Ja, dan sta je dan met je 155 pk. Ja, een beetje teleurstellend. Daar word je niet heel blij van. Maar ja, goed, wie weet er valt er wat aan te doen. Dat is gewoon heel simpel. Ben je het van plan om het te gaan doen? Want net stond je al op het punt om het te verkopen, geloof ik. Nou, nog niet helemaal. Maar ja, er moet zeker wat gebeuren. Want we willen natuurlijk brullen. Ja, je neemt er geen genoegen mee. Nee, zeker niet. We worden er een beetje verdrietig van.